Clubvorm. En jullie hebben misschien vanochtend in de Telegraaf gelezen dat Van Gaal heeft braafheid uit de selectie gezet. Hij zegt zelf het niet, hè, braafheid. Dat ontkent hij maar. Ja, maar er is wat gebeurd. Braafheid die heeft het niet gepikt dat Van Gaal tegen hem ging staan te schreeuwen. En dan komt Van Gaal zo heel dichtbij. En die heeft hem in de volle kleedkamer een klap op zijn bek gegeven. Ook nog? Nee. Ja. Louis? Maar had ik hem een stom teruggegeven. Nee, braafheid. Nee. Nee, braafheid. Nee, braafheid echt? Heeft Louis een klap gegeven, ja. Ja. Oh. Ja. Maar dat had toch... Leuk, hè? Oh. Willen de mensen die dat erg vinden hun vinger opsteken? Ja. Maar dat had te maken met die wissel, toch? Want hij liep warm tegen Gladbach. Hij wilde niet warm lopen. Hij ging op een gegeven moment in de dugout zitten en toen had Van Gaal gezegd... Weet je hoe vaak ik gewisseld heb? Ja. Twee keer. Weet je hoe vaak ik mag wisselen? Drie keer. Ga dan weer lopen, had hij geroepen. En toen wilde hij er ook al op. Toen moest Jonker er nog tussen springen. Maar daarom doen ze daar een beetje geheimzinnig over. Maar goed, dat soort dingen lekken altijd uit. Ja, maar weer op die neus gewoon? Of nee. Plat al. Nee, wat plat al. Hij is vier keer gebroken geweest, heb ik begrepen. Hij had een hele mooie neus vroeger. Ja, schitterende neus. Ja. Alleen ja, nu niet meer natuurlijk. Ja. Ja, jij gaat er nog wel even over door. Nee, goed. Ik heb die het niet verzonnen. Nooit meer aan tafel. Maar ik zat hier toevallig... Wie wel? Ja, ik zat toevallig... Wie wilde nou bij Wilfred Gené zitten? Ja, het is wel raar. Kijk, die mensen zeggen altijd... Nou, bij René en Derk, ze willen er zitten, maar... Hier zit je. Ja. Maar bij die Nova College toe kwam je er zelf op terug, namelijk op die hele mooie neus. Dat hij vier keer gebroken was, maar dat hij vroeger een hele mooie neus had. Zo kwam ik eigenlijk een beetje op. Toen dacht ik opeens, nou ja, maakt ook niet uit. Had het niks met het eigen doelpunt van laatst te maken? Nee, hè? Nee, toch? Nee, het is eigenlijk een niet-zeggend incidentje. Maar ik begrijp wel dat Louis, omdat de andere spelers daarbij waren, het nodig vond om in te grijpen. Kijk, eigen doelpuntje, braafheid. Kan gebeuren als je het goed in zegt. René? Ja. Boos? Ik zou... Ja. Kijk. Ja. Hoppa. Ja, hij is niet gelukkig daar, hè? Nee, ongelukkig. Nee, hij was wel gelukkig in Schotland, kan ik me herinneren trouwens. Ja. Maar dat...